Elke maand organiseren we een lezing in het Tilburgs regionaal archief over een interessant historisch onderwerp. De Heemkundekring die houdt zich al heel lang bezig met lezingen. Soms heb je het idee dat je denkt alles is al een keer verteld, maar dat is dus echt niet zo. Mensen blijven zich bezighouden met onderzoek doen naar onderwerpen en steeds komen er weer nieuwe dingen boven tafel. En dan is het interessant om daarover te vertellen. Ja, het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de historie van Tilburg. En dat blijkt aan te slaan, dus we hebben echt avonden gehad met een opkomst van over de 100 mensen. Ja, wat ze vooral kunnen verwachten is gewoon een interessant verhaal waarbij ze weer wat meer te weten komen over een bepaald onderwerp. En dat kan heel dicht bij huis liggen, dat kan echt over Tilburg zijn, dus de echte heemkunde, maar dat kan ook een breder onderwerp zijn. Soms pakken we bijvoorbeeld het onderwerp Napoleon op. Goed, dat was een Fransman, maar Napoleon heeft ook het een en ander betekend voor Nederland en dus ook voor Tilburg. Dus de gevolgen van zijn beleid, die zien we ook hier in de directe omgeving. En zo wordt de wereldgeschiedenis toch een klein beetje de lokale geschiedenis.